Welkom Leeuw bij jullie algemene reading op het gebied van liefde en relaties voor de maand januari 2022. Dit is voor iedereen die Leeuw in zijn zon, maan Venus op ascendant heeft. Algemeen, dus het hoeft niet voor iedereen te resoneren. Neem mee wat voor jou resoneert, wat bij je situatie past en laat de rest ook achterwege of voor iemand anders. Ik zal eerst een aantal boodschappen van de Tea Leaves voor jullie proberen te ontvangen en daarna ga ik een tarotlegging doen met 4 kaarten op jullie energie, 4 kaarten op de energie van je persoon en 2 kaarten voor de gemeenschappelijke energie. Ik zal alle kaarten in 1 keer trekken en dan verklaren. Dat is misschien duidelijker. In eerste instantie heb ik altijd eerst de energie van jullie gedaan. En op basis daarvan gekeken wat de kaarten vertellen als het ware. Maar ik begrijp, daardoor kan er onduidelijkheid ontstaan over de situatie in de reading. Omdat de situatie kan veranderen nadat andere kaarten op de tafel komen. Dus ik ga ze nu allemaal tegelijkertijd op de tafel leggen, zodat we meteen een duidelijk beeld hebben. We gaan beginnen met de Tea Leaves. Universum, ik wil graag voor de Leeuw voor januari 2022 zometeen 3 boodschappen uit dit deck. 3 boodschappen uit deze stapel voor de Leeuw in januari 2022. Op het gebied van liefde en relaties. 3 boodschappen alsjeblieft voor de Leeuw. Leeuw in liefde en relaties, januari 2022. Wat mag er uitkomen voor de Leeuw in januari? Dankjewel. Januari 2022 voor de Leeuw. Nog 1 kaart alsjeblieft uit deze stapel. Voor de Leeuw. Welke boodschap mag er uitkomen voor de Leeuw? Ja, dankjewel. Dan ga ik mijn volgende stapel erbij nemen. Leeuw 2022 wil ik zo meteen. 3 boodschappen voor de Leeuw in 2022, universum. Zo. 3 kaarten alsjeblieft voor de Leeuw. 2022 januari voor de Leeuw. Nog 2 boodschappen voor de Leeuw in januari 2022 alsjeblieft, universum. Twee kaarten, dankjewel, voor de Leeuw in januari 2022 op het gebied van liefde en relaties. We hebben 6 kaarten die eruit zijn gekomen. We gaan meteen kijken welke boodschappen er voor jullie zijn uitgekomen. De eerste boodschap is een car, een carriage, een reis. En dit kan een fysieke reis zijn, dus dat jullie daadwerkelijk in de maand januari op reis zullen gaan, Leeuw. Maar dit kan ook een mentale reis zijn in jezelf. Dus kijk hoe het resoneert, gaat resoneren. We hebben de uil. En de uil gaat over een goed advies wat jij zult krijgen in de maand januari van een wijze persoon. We hebben money path, geldpad. Een pad met geld wacht op jou om het te vinden, Leeuw. Nou, dat zou heel fijn zijn. Er is geld wat op je ligt te wachten. We hebben een donkere man. Voor de maand januari. Dus het kan zijn dat je te maken krijgt met een donkere man in een bepaalde situatie. Het kan zijn dat sommigen van jullie een relatie hebben met een donkere man. Een man met donker haar of een donker type. We hebben ook de vrouw. Woman. Dus je krijgt ook te maken met een vrouw. En daar staat verder niet bij of dit iemand is met donker haar of wat dan ook. Maar een vrouw gaat een bepaalde rol spelen in januari in jouw situatie. En dan hebben we het doel, target.
En dit is iemand die heel ambitieus is en iemand ja, die gericht is op het bereiken van zijn doel. En ik heb het gevoel dat dit ook jullie energie kan zijn en dat je in de maand januari inderdaad bezig bent met het bereiken van een bepaald doel. Dat kan zijn op het gebied van liefde, maar dat kan ook zijn op het gebied van werk. Dus we gaan kijken. Ik wil graag zo meteen 4 kaarten voor de leeuw. Universum voor de maand januari als het gaat om liefde en relaties. 4 kaarten voor de leeuw. Ja, dank u wel. Nog 3 kaarten voor de leeuw. In liefde en relaties in de maand januari, universum. Dank u wel. Nog 2 kaarten voor de leeuw op het gebied van liefde en relaties in de maand januari. Ja, en dan zijn er 4. Onder op het dek, koningin van kelken. Die leg ik er langs. Dan wil ik 4 kaarten voor de persoon waar leeuw mee te maken heeft. De persoon waar leeuw aan denkt. Als het gaat om liefde en relaties. In januari 2022... 4 kaarten voor de persoon van leeuw. De persoon van leeuw. Universum. 4 kaarten voor de persoon van leeuw. 4 kaarten voor de persoon van leeuw. Ja, dankjewel. Nog 2 kaarten voor de persoon van leeuw. De persoon van leeuw. 4 kaarten voor de persoon van leeuw. Dus nog 1 kaart alstublieft. 1 kaart, ook. Oh. En dan zijn er 2 uitgevallen. Nou, die houden we gewoon onder op het dek. Staven 10 voor je persoon. Dan wil ik 2 kaarten voor de gemeenschappelijke energie tussen leeuw en zijn of haar persoon. Dankjewel. Nog 1 kaart voor de gemeenschappelijke energie tussen leeuw en zijn of haar persoon. Ja. Dankjewel. Nou, we gaan kijken. Voor de algemene energie leeuw, voor jullie is er uitgekomen de koningin van kelken, waterenergie. Dan hebben wij de ridder van pentakels, aardeenergie. Pentakel 7. Schildknaap van zwaarden. En de koningin van zwaarden. In de gemeenschappelijke energie hebben wij de pentakels 6. En de staven 7. En dan voor je persoon. In de algemene energie van je persoon de staven 10. Staven 4. De magier, kelken 8, zwaarden 2 en de koning van pentakels. Het kan zijn dat jullie te maken hebben met een luchtteken, tweelingweegschaal waterman. We hebben ramenergie, we hebben vuurenergie, ram, leeuw, boogschutter. We hebben aardeenergie, stier, maagd, steenbok. En we hebben ook waterenergie. Dus we hebben eigenlijk alle energieën op het dek liggen. Met de magier ook nog tweeling. Dan hebben wij aan jullie zijde inderdaad de koningin van kelken, waterenergie, schorpioen, kreeft, vissen. We hebben aardeenergie, stier, maagd, steenbok. En we hebben luchtenergie, tweeling, weegschaal, waterman. Het kan ook zijn dat jullie sterk lucht- of aardeenergie in jullie sterrenbeeld hebben, leeuw. Met de koningin van kelken, dit is een hele gevoelige, liefdevolle koningin. Dit is jullie algemene energie. Dus ik heb het gevoel dat je inderdaad ook heel erg spiritueel verbonden bent met de koningin van kelken. Dit is iemand die ja, haar intuïtie volgt. Dus ja, in de algemene energie in januari zul je
Wellicht ja, proberen meer naar je intuïtie te volgen als het gaat bij het maken van bepaalde beslissingen. Jullie hebben de Ridder van Pentakels. Dit is iemand die wacht op de juiste timing alvorens actie te ondernemen in een bepaalde situatie. Dit is iemand die ja, gaat voor de lange termijn, voor een ja, stabiliteit, zekerheid voor de toekomst. En dan met die zeven van pentakels. Dit is een energie van inderdaad je zaadjes geplant hebben en wachten totdat er een bepaald resultaat behaald wordt. Dus leeuwen, ik heb het gevoel dat jullie inderdaad openstaan voor liefde. De koningin van Kelken heeft heel veel liefde te geven en heel veel liefde te ontvangen ook. Maar jullie zijn ook bezig in de maand januari met je pentakels, met stabiliteit op het gebied van financiële zaken, je eigen financiële situatie. En het kan zijn dat jullie iets gestart zijn dit jaar en je bent nog steeds aan het wachten op een bepaald resultaat. Het kan zijn dat sommigen van jullie een eigen bedrijfje op hebben gestart of willen starten. En ja, je bent aan het wachten totdat er een resultaat komt. Met de Ridder van Pentakels, dus langzaam, een hele langzame ridder, kan het zijn dat jullie ja, misschien nog aan het wachten zijn inderdaad om een bepaalde actie, om een bepaalde stap te zetten. Als het gaat om iets nieuws beginnen, wat jouw financiële stabiliteit gaat brengen. We hebben de Schildknaap van Zwaarden hier liggen. Dit is een boodschapper. De schildknapen zijn boodschappers. Dus het kan zijn inderdaad dat er een boodschap binnenkomt. Het kan ook zijn dat jullie een bepaald contract zullen gaan ondertekenen. En het is belangrijk om dan op de kleine letters te passen. Dus lees ook de kleine letters alvorens je iets gaat ondertekenen. Maar er komt wellicht een boodschap binnen in de maand januari die jullie duidelijkheid kan brengen op het gebied van ja, dit nieuwe begin wat je wil gaan maken met die Ridder van Pentakels en waar je al een tijd op aan het wachten bent met de Zeven van Pentakels. Dit is ja, wachten totdat de zaadjes die je geplant hebt geoogst kunnen worden. Wanneer zie ik resultaat van het werk wat ik ergens ingestopt heb? Met de Koningin van Zwaarden heb ik het gevoel dat jullie inderdaad dat het een lange weg is geweest. En dit kan inderdaad ook met liefde te maken hebben. Omdat we hier nu twee koninginnen op het dek hebben liggen. Jullie algemene energie is de Koningin van Kelken. Dat is iemand die heel erg liefdevol is. Iemand heel erg zorgzaam is. Vaak zichzelf vergeet hierbij. En ja, de ander op de eerste plaats zet. En deze energie, de Koningin van Zwaarden, dat kan de energie zijn waar je momenteel in zit. Of in het begin van januari nog in zult zitten. En dit kan de energie zijn van een gescheiden persoon. Dus het kan zijn dat jullie inderdaad gescheiden zijn. Of inderdaad ja, weer single zijn na een relatie te hebben gehad. Dit kan ook de energie zijn van een alleenstaande ouder. Een alleenstaande moeder. Dus sommige van jullie zullen wellicht alleenstaande ouders zijn met de Koningin van Zwaarden. Je hebt veel meegemaakt. De Koningin van Zwaarden zit met haar zwaard recht vooruit. Wil de ander wel aanhoren, maar staat klaar om met haar zwaard ja, koppen te laten rollen als het ware. Ze staat in haar kracht, ze beschermt zichzelf. En ze weet ja, wat goed voor haar is en wie goed voor haar is en wie niet. Dus ik heb het gevoel dat jullie de afgelopen periode ook echt bezig zijn geweest met ja, bepaalde mensen of situaties uit je leven ja, ervoor te zorgen dat deze uit je leven verdwijnen. Want je weet wat je waard bent en je weet wat goed is voor jezelf, heb ik het gevoel. Je beschermt jezelf en je kunt jezelf wellicht wat teruggetrokken hebben. Je bent wat oplettend. En hoe zeg ik dat? Defensief. Je vertrouwt misschien niet iedereen of alles, elke situatie die er zich voordoet. Maar er komt een communicatie met die schildknaap van Zwaarden dan in jullie gezamenlijke energie. Ik zal eerst de energie van je persoon doen. In de energie van je persoon ligt de staven 10 als algemene energie. Dat is een energie van lasten die meegedragen worden op de schouders. Dus, en dit is de algemene energie van de maand januari. Dus ik heb het gevoel dat je persoon inderdaad nog ja, allerlei lasten, allerlei verantwoordelijkheden op zijn schouders meedraagt. Het kan ook ja, te veel werken zijn, te veel uren.
werken. En ja, dit kan fysiek en mentaal uitgeput zijn, letterlijk. Dus het kan zijn dat je jouw persoon inderdaad heel veel verantwoordelijkheden op zijn nek meedraagt, als het ware, meeshout. En met die staven 10, de staven 10 is wel een einde. En na elk einde komt een nieuw begin. Dus ik heb het gevoel dat je persoon inderdaad die lasten wil loslaten. Of in ieder geval probeert om in balans te komen. Een balans te maken tussen alle lasten, tussen alle verantwoordelijkheden die hij of zij met zich meedraagt. In de maand januari. Maar dit is dus wel nog een item. Die lasten, die vermoeidheid. En dit kan ook zijn een bepaalde last of een vermoeidheid die een situatie of een connectie met zich meebrengt. We hebben de staven 4 en verder bij jouw persoon. Dus vuur, energie, ram, leeuw, boogschutter. Dan hebben we de magier. We hebben de kelken 8. Dit is waterenergie, schorpioen, kreeft, vissen. We hebben de zwaarder 2, tweeling, weegschaal, waterman. En we hebben de koning van pentakels. Ja, met de koning van pentakels, dat is iemand die, waarvoor familie en stabiliteit en zekerheid heel erg belangrijk is. En vooral op financieel gebied. Dus het kan inderdaad zo zijn dat jouw persoon zijn zaakjes goed op orde heeft. Dit is iemand die heel praktisch denkt over zaken en ook praktische stappen onderneemt om een bepaald doel te bereiken. Dit kan ook een goede echtgenoot, een goede vader zijn. Dit kan iemand zijn die kinderen coacht, maar dit kan ook iemand zijn die bijvoorbeeld een managementfunctie heeft of een leidinggevende functie heeft. En met die staven 10 kan het zijn dat deze persoon inderdaad heel veel tijd en energie in zijn werk heeft gestopt om die stabiliteit voor zichzelf te creëren. Deze persoon kan het heel belangrijk vinden ook om financieel zekerheid te hebben. Met de staven 4, dat heeft ook weer met het huis te maken. Dit kan te maken hebben met je roots, je huis, je familie. Dit kan ook te maken hebben met wensen die in vervulling gaan of met een huwelijk. De staven 4 is ook wel de 11-11 kaart genoemd. Make a wish, doe een wens. En dit heeft alles te maken met je basis. En dan hebben we de magier bij je persoon liggen. De magier die verenigt het hogere met het aardse. Dit is iemand die heel intelligent is. Iemand die al zijn talenten in de strijd gooit om te bereiken wat hij of zij wil. Iemand die jou manifesteert. Dus jouw persoon is bezig met het manifesteren van een bepaalde situatie of een bepaalde persoon. En dat kan jij zijn. En hij of zij wil die lasten loslaten. Het kan ook zijn dat je persoon stabiliteit aan het manifesteren is en balans in zijn of haar situatie. Maar met de zwaarder 2, de zwaarder 2 is een energie van geen keuze kunnen maken tussen 2. Of iets niet willen zien. Een situatie niet willen zien zoals die is. We hebben de kelken 8. De kelken 8 is een energie van weglopen, van een conflict. Weglopen van een bepaalde situatie. En ik heb het gevoel dat inderdaad jouw persoon aan het manifesteren is om weg te lopen van die situatie die hem zoveel lasten en uitputting bezorgt. Dit wil jouw persoon afsluiten. Jouw persoon wil weglopen. Dit kunnen ook conflicten zijn inderdaad in een connectie. Het kan zijn dat jouw persoon getrouwd is of een relatie heeft die hem of haar heel veel heel vermoeid is, heel vermoeiend is voor jouw persoon. En omdat we hier ook de staven 4 hebben, het huwelijk, dus het kan en de koning van pentakels, familie, huwelijk, gezin. En het kan zijn dat je persoon inderdaad nog niet weet hoe en wat. Het is nog onzeker voor je persoon met de zware 2. Maar hij of zij is wel aan het manifesteren om die lasten los te kunnen laten. In de gezamenlijke energie hebben we de 6 van pentakels. Een gelijkwaardig geven en nemen. Dit is ook een hele karmische kaart. Dus wat je uitzendt, zul je terug ontvangen. En dan hebben we de staven 7. Dit is in je kracht staan. Staan waar jij voor, waar jij in gelooft en daarvoor gaan. En niet opgeven, jezelf beschermen, je eigen ideeën beschermen. Het kan zijn met de 6 van pentakels. Ik heb het gevoel dat jullie beiden
nog willen geven in deze situatie. Of wachten totdat de ander inderdaad geeft in de situatie. Mocht het iemand zijn die je al kent uit het verleden, dan kan het zijn dat er in het verleden wellicht niet gelijkwaardig gegeven of genomen is in deze connectie tussen jullie beiden. En ja, beide zitten in een energie van jezelf beschermen en staan voor waar jij voor staat. Maar we gaan het verklaren. Ik ga een ander dek nemen. Universum. Als eerste wil ik graag de Ridder van Pentakels in de energie van Leeuw verklaren. Waarom ligt hier de Ridder van Pentakels? De Ridder van Pentakels. De Ridder van Pentakels. Voor de Ridder van Pentakels hebben we de Acht van Zwaarden. Dus een energie van ja, een illusie vast te zetten in een bepaalde situatie. Niet weten hoe je los moet komen. Dit heeft te maken met stagnatie. Dus daarom, deze kaart verklaart de Ridder van Pentakels. Dus ik heb het gevoel, jullie hebben in een bepaalde situatie gewoon het gevoel dat er geen vooruitgang is. En dat kan inderdaad te maken hebben met je zekerheid voor de toekomst. Kijk hoe het resoneert op het gebied van werk of op het gebied van liefde. Je hebt het gevoel niet verder te kunnen. Dus voordat er actie ondernomen kan worden, ja, zal een tijd duren met die Ridder van Pentakels. Maar jullie willen wel actie gaan ondernemen, maar iets wat jouw stabiliteit en zekerheid gaat brengen. Dus je bent nog bezig met die situatie goed te overdenken, ook met de Zeven van Pentakels. Je bent nog in een fase van wachten, als het ware. En het kan zijn dat jullie een goed advies gaan krijgen, Leeuw. En het kan zijn van de vrouw die we hier hebben liggen. We hebben hier de vrouw liggen. We hebben de koningin van Zwaarden. Dat is ook iemand die jou een goed advies, een eerlijk advies kan geven over een bepaalde situatie. Dus het kan zijn dat je ergens mee zit. Je wilt iets nieuws starten, een andere richting opgaan. En je krijgt advies van een vrouw. En dat is iemand ja, die heel intelligent is. En die jou de waarheid gaat zeggen over een bepaalde situatie. We hebben goed advies van een wijze persoon. Waarom ligt hier de schildknaap van Zwaarden voor de leeuw in januari? De schildknaap van Zwaarden. Nog één kaart voor de schildknaap van Zwaarden. Het kan zijn dat jullie een boodschap krijgen van een aardeteken. Ram, leeuw, boogschutter. En dit kan ook de boodschap zijn van de vrouw waar we het net over hadden. Iemand die jou advies gaat geven. Een koningin van pentakels. Iemand die heel praktisch is en praktisch over jouw situatie kan denken. En wellicht ook jou een advies kan geven als het gaat om je financiën. Om je financiën nog verder in positieve zin uit te breiden. Dit kan ook een moederfiguur zijn. Dus het kan ook iemand zijn in je familie. Bijvoorbeeld een vrouw. Een moederfiguur. Die jou een advies gaat geven. Leeuw. Waardoor je uit die Acht van Zwaarden energie komt. En ja. Langzaam maar zeker durft actie te gaan ondernemen. Op het doel wat je jezelf gesteld hebt. Want we hebben hier wel een goal-oriented person. Dus iemand die heel erg ambitieus is. En ik heb het gevoel dat dit jullie energie is. Ligt ook in de energie van je persoon. De koning van pentakels. Dus ook iemand die heel ambitieus is. En we hebben die staven 10. Dus ja, veel lasten, veel verantwoordelijkheden dragen. Waarom ligt hier de schildknaap van Zwaarden? Mag ik nog één kaart, universum, voor de schildknaap van Zwaarden bij de leeuw? Bij jullie energie zie ik wel een liefdevolle energie als algemene energie met die koningin van Kelken. Maar de vier tafelkaarten die hier op de tafel liggen, heeft meer te maken met het creëren van je eigen stabiliteit en zekerheid. Dus het kan zijn dat jullie in de maand januari daar meer op gericht zijn. En je eigen emotionele balans, je eigen emoties onder controle houden.
Waarom ligt hier de schildknaap van zwaarden? Ja, dan hebben we de kelken 10. Schorpioen, kreeft, vissen energie. Dit heeft te maken met een gelukkig huwelijk. Gelukkig zijn, emotionele tevredenheid, een liefdevolle relatie met je kinderen, de opvoeding van je kinderen. De schildknaap van zwaarden kan ook met kinderen te maken hebben. Dus het kan zijn dat jullie inderdaad daarop gaan richten, je stabiliteit op het gebied van financiën en gezin. Voor de mensen, voor de leeuwen onder ons, inderdaad die alleenstaande vader of moeder zijn, kan dit in januari heel erg belangrijk voor je zijn. En je krijgt daar een advies van. Een boodschap van iemand. En dan ben ik aan het schudden en dan komt er de staven 10 uit. Dus ook in jullie geval veel lasten, veel verantwoordelijkheden. Wat met je gezin, de zorg voor familieleden te maken kan hebben. En ja, te hard werken, te veel uren draaien. Het is nodig dat er een balans opgemaakt wordt in je leven. Dit kan dus met het advies te maken hebben wat jij gaat krijgen. Dit kan ook met gezondheidsproblemen te maken hebben door stress. Waarom ligt bij de persoon waar Leo mee te maken heeft die staven 10 als algemene energie? De staven 10 voor de persoon van Leo. Waarom ligt hier de staven 10 voor de persoon van Leo? Bij jouw persoon zie ik alleen maar de kelken 8 en verder geen kelken. Kelken staan voor emoties en ik zie hier de kelken 8, dat is weglopen. Je de rug toekeren, weten dat het nu tijd is om iets nieuws, een andere richting uit te gaan. Dus dat is waar je persoon mee bezig is, de rug toekeren. Ja, en dan komt er hier weer de zware 6 uit, dus wederom wegvaren van conflict naar een kalmer vaarwater. En die verklaart de staven 10, dus de lasten. Jouw persoon gaat weg. Gaat zorgen dat hij of zij balans krijgt in zijn situatie. En gaat een bepaalde situatie verlaten. Dit kan ook het einde zijn van een bepaalde depressie waar jouw persoon in zit. We hebben hier die emoties. Ja, het kan heel een emotionele reis zijn voor je persoon. En we hebben hier ook de reis. Een fysieke of mentale reis. Dit kan ook voor jouw persoon hier liggen. Een einde aan een problematische tijd. Jouw persoon is bezig met iets afsluiten en het manifesteren van iets nieuws. En er zal nog onduidelijkheid zijn, want we hebben hier de zware 2 bij je persoon liggen. Dat is onduidelijkheid. De kelken 9. Dit heeft te maken met wensen die in vervulling gaan en emotionele balans, emotionele tevredenheid. Dromen die uitkomen. Een magische tijd. En we hebben de magier. En dit is ook een hele magische kaart. Dus ik heb het gevoel dat je in, ja, je persoon is echt bezig met het manifesteren. Bid wellicht. Ja, visualiseren van een situatie zoals hij of zij het graag zou willen zien. Maar je persoon is heel erg bezig met het te proberen manifesteren van een bepaald iets. En heeft geloof ook in het universum of waar hij of zij ook in gelooft, dat het goed zal komen. Waarom ligt hier de staven 4 voor de persoon van Leo? Waarom ligt hier die staven 4 voor de persoon van Leo? Koning van Kelken. Schorpioen, kreeft, vissen. Dit is iemand die normaalwijs heel eerlijk is, heel toegewijd is. Dus het kan te maken hebben inderdaad met een huwelijk. Het kan zijn dat je persoon een lange termijn relatie heeft waar hij of zij ja, van wil wegvaren omdat het heel veel lasten met zich meebrengt. En ja, het kan emotioneel moeilijk zijn, dus je persoon zit daarover in zijn hoofd. Dit is normaal iemand ja, die je volledig kunt vertrouwen. Het kan ook betekenen met de magier dat dit hetgene is wat je persoon wil manifesteren. Een stabiel gezinsleven. Je persoon heeft veel liefde te geven. Deze kaart kan ook te maken hebben met werken aan zichzelf, Leeuw. Dus het kan ook zijn dat je persoon inderdaad ja, werkt aan zichzelf. Wellicht therapie heeft bij een therapeut of een psycholoog, noem maar op. Iemand die advies geeft
om zijn of haar emoties in balans te krijgen en die lasten in balans te kunnen krijgen en kunnen loslaten. Maar dit is een hele liefdevolle koning. Iemand die je kunt vertrouwen aan iemand die, waarmee je een solide relatie kunt opbouwen. En iemand die wellicht emoties heeft die hij of zij achterhoudt, maar ja, een hele goede intentie heeft daarachter. Waarom ligt hier die kelken 8 voor de persoon van Leeuw? De kelken 8. Waarom ligt hier de kelken 8 voor de persoon van Leeuw? Wat is die situatie die de persoon van Leeuw gaat verlaten? Wat is die situatie die de persoon van Leeuw gaat verlaten? Universum. Kelke 8 wordt verklaard door de schildknaap van zwaarden. En die lag ook bij jullie. Een boodschapper. Het kan zijn dat je persoon kinderen heeft uit een huwelijk. Waarom ligt hier de kelke 8? Dit is ook iemand die inzichten krijgt. Iemand die intellectueel is en bepaalde inzichten krijgt. Het kan ook te maken hebben met informatie die komt. Waardoor jouw persoon een keuze gaat maken. Deze kaart, de kelke 7, schorpioen, kreeft, vissen, heeft te maken met opties, keuzes. Dit kan ook te maken hebben met niet weten welke keuze te maken en overanalyseren van de situatie. Belangrijk is om duidelijkheid te krijgen in een situatie. En met de schildknaap van zwaarden komt er duidelijkheid in een bepaalde situatie voor je persoon. Er komt een boodschap, er komt communicatie wat duidelijkheid gaat brengen in deze kelke 7. Wat zijn de opties in de toekomst? En het kan met betrekking tot jullie connectie zijn, maar ook met betrekking tot de relatie waar hij of zij eventueel al in zit en die losgelaten moet worden. Of als het geen relatie is, een situatie die heel veel stress veroorzaakt voor je persoon. Daar komt duidelijkheid in met die schildknaap van zwaarden. En op dat moment weet jouw persoon welke stappen te zetten. En hij of zij heeft het gevoel, ik moet weglopen van deze situatie. En gaat ook wegvaren naar een kalmer vaarwater. Laat de stress, laat de het conflict achter zich. Wat is een eventuele uitkomst? Nee, ik wil eerst nog weten waarom die 6 van pentakels hier ligt. In de gezamenlijke energie. De gezamenlijke energie. Pentakels 6, universum. Waarom ligt hier de pentakels 6 in de gezamenlijke energie van Leeuw en zijn of haar persoon? Pentakels 6. Pentakels 6. Pentakels 6. Wordt verklaard door de staven 8. Ramleeuw, boogschutterenergie. De zwaarden 7. Tweelingweegschaal waterman. En onder op het dek de aas van staven. Wederom vuurenergie, ramleeuw, boogschutter. Eens even kijken. De staven 8 wil staan voor een vooruitgang in een bepaalde situatie. Dit kan te maken hebben met snelle acties die er zullen komen. Dit kan ook te maken hebben met bepaalde stress, omdat men met zoveel dingen tegelijk bezig is. En dat hadden we bij jullie allebei een beetje liggen. Je persoon is bezig met een bepaalde situatie die heel veel last met zich meebrengt, stress met zich meebrengt. Jullie zitten in een fase van wachten. Er moet duidelijkheid komen. Je hebt het gevoel vast te zitten in een bepaalde situatie en jullie willen beide vooruitgang. Jullie willen beide een gelijkwaardig geven en nemen in de connectie tussen jullie beiden. Of als het voor jullie gaat om een situatie als het gaat om werk. Je wil een gelijkwaardig geven en nemen en je wil inderdaad iets horen waaruit blijkt dat er vooruitgang komt in de situatie. Dit kan een hele snelle verandering zijn. En met die 6 van pentakels kan het zijn dat je iets verwacht van jouw persoon en andersom ook. Dat jouw persoon iets van jou verwacht. Het kan ook zijn inderdaad dat jullie beide
geld, dat er geld gaat binnenkomen of geld uitgaat. Of dat je iets wil geven aan je persoon of andersom. Je persoon wil jou iets teruggeven. Dan hebben we die zware 7. Ja, dat is een energie van ja, geheime dingen. Dingen die worden achtergehouden. Dit kan te maken hebben met een verlies. Dus het kan zijn dat je geld hebt verloren. Letterlijk. Leeuw en jouw persoon ook. Of ja, de een heeft geld genomen van de ander. Of je hebt het gevoel dat je nog recht hebt op een bepaald geldbedrag. Je hebt het gevoel dat het niet eerlijk is gegaan. En er komt nu balans in die situatie met de 6 van pentakels. Je krijgt terug waar je recht op hebt, heb ik het gevoel. En dan hebben we die aas van staven. Waar in het verleden geen gelijkwaardig geven en nemen was, komt nu vooruitgang in de situatie en zal er een gelijkwaardig geven en nemen zijn. Karma speelt een rol hierbij. Je krijgt wat je verdient. Dus tussen jullie beiden zal er balans komen in de situatie. De situatie zoals die was met de zware 7, die zal veranderen in de aas van staven. De aas van staven is een grote verandering, een kans die gegeven wordt, actie die ondernomen wordt en iets doen ja, waar je passie voor voelt. Dus het kan inderdaad zo zijn dat je persoon ja, met een geldbedrag komt of jou helpt op de een of andere manier. Je wordt geholpen door iemand en dan op het gebied van financiën of ja, een ander soort hulp die je gaat krijgen. Maar je krijgt inderdaad waar je recht op hebt. En met die staven 7, waarom ligt hier die staven 7 in de gelijk? In de gemeenschappelijke energie, de staven 7, universum. Staven 7. Staven 7. Het kan zijn dat je persoon jou ziet als iemand inderdaad waar hij of zij een toekomst mee kan bouwen met die staven 4. Die persoon kan jou zien als de als zijn of haar wensvervulling en wil dit manifesteren. Maar daarvoor is het nodig om een bepaalde situatie te verlaten. En dat kan weer ja, een lange termijn relatie of een huwelijk zijn. Waarom ligt hier de staven 7? En jullie, leeuwen, ik heb het gevoel dat jullie echt in de maand januari en momenteel niet heel erg mee bezig zijn. Dat je meer bezig bent met je gezin en financiële stabiliteit. En liefde voor je gezin, liefde voor je kinderen wellicht. Waarom ligt hier die staven 7? Je bent niet zo gefocust op deze persoon die hier ligt. Maar de energie komt natuurlijk wel in de reading terug. De staven 7 wordt door de aas van zwaarden verklaard. En de awakening. De hangman is dit. Dus vissen energie en tweeling weegschaal waterman. Ja, dit is een hele duidelijke boodschap. Er komt duidelijkheid. Het kan zijn dat je persoon jou ziet als iemand, ja, zoals ik zei, een wens die in vervulling gaat. Jij bent degene die eruit springt. Jij bent degene met wie hij of zij verder wil. En dit kan een, ja, een onverwachts inzicht zijn. Een onverwachte waarheid die naar boven komt. Dit kan ook een communicatie zijn waardoor je persoon wakker wordt, als het ware. Want ja, de hangman heet in dit deck de awakening, wakker worden. Je persoon neemt een tijdelijke pauze om de situatie te bekijken. Dit kan ook jullie energie zijn. Jullie zijn beide wellicht teruggetrokken. Zeker met die koningin van zwaarden energie. Afstand houden. Wellicht geen communicatie op dit moment. Maar er komt duidelijkheid in de situatie. Er komt een bepaald inzicht in de situatie, waardoor je weer in je kracht komt te staan. En ja, jezelf verdedigt met die staven 7. En dan kan het inderdaad zo gaan om een gelijkwaardig geven en nemen in deze situatie. Je wordt wakker door de situatie vanuit een ander oogpunt te kijken. Ja, zie je het geheel ook in een ander licht en krijg je een bepaald inzicht. Er kan sprake zijn van hele duidelijke communicatie tussen jullie beiden, wat een verandering brengt in de situatie, waardoor, ja, doordat je in je kracht staat, aangeeft, dit is wat ik wil, dit zijn mijn grenzen, niet verder, kan die persoon ook jou dat respect geven en gelijk
waardig geven en nemen. En in het verleden was je persoon wellicht bezig met andere dingen, andere prioriteiten met die staven 10. En dat kan zijn een eigen gezin of een ex-partner waar nog aan vastgehouden werd. En dat kan ook met financiën te maken hebben. Dus dat je persoon nog financieel gebonden was aan een ex-partner. Maar nu, en hij of zij heeft in zijn hoofd gezeten, maar nu gaat een situatie verlaten. En jij gaat duidelijk je grenzen aangeven en je wil een gelijkwaardig geven en nemen in deze situatie. En dan hebben we hieronder op het dek transformation, dat is de toren. Dus er zal een torenmoment volgen. En dit is een heel krachtig en vaak onverwachts moment. Een ingrijpen van het universum in deze situatie. Dit kan te maken hebben met jezelf losmaken uit oude denkpatronen. En hoe de situatie gegaan is. En ik heb het gevoel dat jullie inderdaad leren. Of de afgelopen periode bezig zijn geweest met leren om je grenzen aan te geven. En dat ga je zeker doen. En daardoor zal de ander ook gelijkwaardig gaan geven en nemen in een situatie als dit in het verleden niet zo is geweest. Op een bepaalde manier, door in je kracht te staan, door je grenzen aan te geven, dwing je ook een bepaald soort respect af. En dan kan het zijn inderdaad dat jullie persoon, degene aan wie je denkt, inderdaad iemand is, een donker type. Omdat we die donkere man hier hebben liggen. Maar we hebben hier ook dat geldpad is wacht op jou om het te vinden. En jullie hebben hier twee pentakelkaarten. Een wachtkaart, de zeven van pentakels. Dus ik heb het gevoel dat jullie zeker ook bezig zijn met je financiële stabiliteit. Met iets van werk, een nieuw project, noem maar op. Dus dat is wat ik voor jullie heb. Dan wil ik graag met een ander deck nog weten wat een eventuele uitkomst kan zijn voor de leeuw. Wat is de eventuele uitkomst voor de leeuw in deze situatie? En ik ben alweer heel erg lang aan het doorgaan. En ik kan nog wel een uur doorgaan. Ik wil graag een uitkomst universum voor de leeuw voor de maand januari in liefde en relaties. Wat is een uitkomst van deze situatie? Voor degene die deze boodschap moet horen. Voor degene bij wie deze boodschap resoneert. De uitkomst. De uitkomst voor leeuw. Januari 2022. De magier. Kelke 7. Schorpioen krijgt vissenenergie. En dan hebben we de zwaarden 5. Tweeling, weegschaal, waterman. Onder op het dek hebben wij de koning van zwaarden. En we hadden zojuist bij jullie de koningin van zwaarden. Afstand houden, emotioneel niet je laten raken als het ware door een situatie. Dus ik heb het gevoel dat jullie nog steeds in die energie blijven van emotioneel je terugtrekken. Als het ware je niet meteen helemaal in een situatie gooien, want je hebt opties. Leeuw. Met de kelke 7 heb je opties en je weet misschien in de maand januari nog niet precies welke richting wil ik op. De 5 van zwaarden is een energie van willen winnen, kosten wat het kost. Dit is iemand die ook niet denkt aan het gevolg voor anderen. En het kan ook zijn dat jullie nog bezig zijn met terugdenken aan het verleden en wellicht verkeerde keuzes die gemaakt zijn in het verleden. En je wil die fout niet nog een keer maken met de zware 5 en de kelke 7. Waarom ligt hier de magier? Jullie zijn in ieder geval wel iets aan het manifesteren. Ja, je maakt plannen voor de toekomst. Neemt nog niet direct actie. Weet nog niet precies welke kant je opgaat. Maar je staat op een kruispunt in je leven in de maand januari. En je bent iets aan het manifesteren. Kijk, die dame kijkt uit het raam. Ze heeft de wereld in haar handen. Dit kan ook zijn dat je inderdaad iemand leert kennen in de maand januari. Via gemeenschappelijke vrienden of via het internet. Maar het kan zijn dat jullie dus meerdere opties hebben. Op het gebied van werk weet je niet zozeer direct welk pad te kiezen. Met die kelke 7. Maar het kan ook zijn dat jullie meerdere opties hebben op het gebied van liefde. Waarom ligt hier... want we hebben wel de ridder van kelken onder op het dek. Dus daar gaat iemand inderdaad met een boodschap komen van liefde. Iemand geeft om jou in je omgeving met de ridder van kelken. Dit kan ook iemand zijn inderdaad die jou helpt bij een bepaalde situatie. En die heel veel liefde voor je voelt. Maar dit is wel iemand die zijn emoties uit en met wie je diepe gesprekken kunt hebben als het gaat om emotionele zaken.
iemand die je kunt vertrouwen. Waarom ligt hier de magier? Nog één kaart alsjeblieft. Voor de leeuw. De magier. Je bent plannen aan het maken. Je staat op een kruispunt in je leven. Dan hebben we de schildknaap van kelken. Er komt een boodschap. Een emotionele boodschap. Of een liefdevolle boodschap. Kan beide. Kan ook een excuus zijn die je van iemand gaat krijgen. Maar er komt in ieder geval een boodschap binnen. Er komt iemand naar jou toe en die gaat zijn emoties uiten over een bepaalde situatie. En er komt balans in de situatie. Er komt gerechtigheid. En dit is wat jij manifesteert. Balans. We hebben hier de staven 2. We hebben deze kaarten balans. Kan zijn dat jullie te maken hebben met een weegschaal. Er komt balans in de situatie. En dit is wat jullie manifesteren. Er komt wellicht duidelijkheid in de opties die je hebt. Waarom ligt hier de kelken 7? Ja, we hebben weer de pentakel 7. Een energie van wachten totdat je resultaat ziet. En dan hebben we de zegenwagen. Je gaat een zegen behalen. Er komt duidelijkheid in de situatie. Je hebt meerdere opties. En dit is ook heel positief. En je gaat actie ondernemen op een bepaalde optie wat voor jou het beste lijkt. En dit manifesteer jij. Dit is een zegen behalen. En je kan jezelf ook afvragen, wat is voor mij de beste optie? Op welke, waar ga ik actie op ondernemen? Welke richting ga ik uit? En je neemt je tijd daarvoor. Met de hangman voor de tweede keer. Waarom ligt hier de 5 van zwaarden? Waarom ligt hier de 5 van zwaarden? De 5 van zwaarden. Staven 4. Lag ook bij je persoon. De 5 van zwaarden voor de leeuw. De 5 van zwaarden voor de leeuw. En het oordeel. Vergeven van het verleden. Samenkomen. Dit is ook een spirituele kaart. Je gidsen, je engelen die je begeleiden. Je gaat een oordeel maken over de gewenste situatie, je basis. Dit heeft met familie, gezin, huis. Dit kan te maken hebben met een huwelijk. Met een vrolijke. Dit is een hele vrolijke, vreugdevolle energie. Wat gaat jou gelukkig maken? En welke keuzes uit het verleden hebben jou niet gelukkig gemaakt? Dit is wat waar jij over nadenkt in de maand januari. Daar kun je nog over in je hoofd zitten. Ja, je hebt in het verleden wellicht een verkeerde keuze gemaakt als het gaat om je relaties, je lange relaties. Het kan zijn dat jullie zelf in een huwelijk hebben gezeten en je hebt het gevoel inderdaad, je bent nog bezig met de verwerking inderdaad van deze connectie en je gaat een oordeel over die situatie maken en hebben het gevoel, ik heb gewoon een verkeerde keuze gemaakt en anders was ik nu niet op dit punt terechtgekomen van die onduidelijkheid. Kijk, we hebben dan die hangman onder het dek. Daaronder de 8 van zwaarden wederom. Het gevoel hebben vast te zitten. Maar dit is een illusie. Kijk, en daaronder hebben we dan toch de doodkaart liggen. Schorpioen energie. Dus je gaat een keuze maken. Je gaat een bepaalde situatie beëindigen. En dit kan ook een wedergeboorte zijn in jezelf. Ja. En daar komt een keuze in de liefde. En met de lovers. Ja, dan kan het een keuze zijn van dit is een diepe band die ik voel. En het antwoord is ja. Ja. Heel erg spannend. Ik wil nog één boodschap van de Soul's Journey. Om de reading mee af te sluiten. Ik zie dus nog niet zozeer dat jullie in de maand januari een bepaalde actie gaan ondernemen. Je bent nog aan het wachten en je wil actie ondernemen, maar je bent nog je opties, je mogelijkheden aan het bekijken. En je bent aan het manifesteren. Je wil niet meer de fouten maken die je in het verleden gemaakt hebt. Welke boodschap mag er voor de leeuw nog uitkomen voor de maand januari, voor de leeuw? Voor de leeuw.
universum. Welke boodschap voor de leeuw? Failure. Mislukking. I understand that a mistake is only an opportunity to learn. Ik begrijp dat een fout alleen een kans is om te leren. Ja, en dat hadden we hier liggen met die zware vijfde uitkomst. Je bent nog aan het denken over fouten die gemaakt zijn, verkeerde stappen die gezet zijn in het verleden, waardoor je nu misschien op een andere plek staat in je leven als dat je gewild had, gehoopt had. Maar weet dat een fout geen fout is, maar een kans om te leren. Een les die je meeneemt naar de toekomst. Dus dat is wat ik voor jullie heb. Vond je mijn reading leuk? Het duurde wel heel lang, zie ik. 50 minuten zitten we al op. Dus we gaan echt afsluiten nu. Ik wens jullie het allerbeste voor de maand januari. Heel veel succes. Heel veel geluk. Resoneer dat. Laat me een bericht achter. En abonneer je op mijn kanaal, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Iedereen die zich al geabonneerd heeft, hartstikke bedankt. En tot de volgende keer. Dag!